RTV Purmerend op Reuring 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door HM Schilder. Oh, without you now, this is what it feels like. Zang, dans en theater. En dat 4 dagen lang. Reuring 2013 is begonnen. En u kijkt naar het Reuring Report. Met daarin vandaag 3 dingen. Namelijk de registratie van de eerste optredens van gisteravond. U krijgt een kijkje achter de schermen. En of u een paraplu mee moet nemen de rest van de week. Maar eerst iets anders. Beste Purmerenders, fijn dat jullie via RTV Purmerend bij ons zijn. Want Reuring gaat weer beginnen. Reuring 2013. De 12e editie met een fantastische programmering zoals gebruikelijk. In de stad, op locatie, op allerlei plekken in de stad. Dus wat wil je nou nog meer? Een keur van artiesten. We kennen het niveau van Reuring. We hebben hoge verwachtingen. En ik weet zeker dat die verwachtingen ook dit jaar weer verwerkelijk zullen worden. Dus ik zou zeggen, maak gebruik van de gelegenheid. Kom naar Reuring. Reuring 2013. Ik zie jullie daar graag allemaal komen. Tot ziens. Voordat u van een act kunt gaan genieten, zijn de artiesten vaak al uren bezig met de voorbereidingen. Ons camerateam ging langs bij een aantal van die voorbereidingen en die krijgt u nu te zien. This is what it feels like. Jullie zijn van crowdfunding. Ja. Wat is precies jullie act? Wat gaan jullie precies doen vanavond? Ja, dat ga ik eigenlijk niet verklappen. Het enige wat ik kan vertellen is dat je gratis naar binnen mag. Maar je moet alleen een stickertje op een 2-euro munt plakken. En dat is je toegangsbewijs. Dus die hou je gewoon in je hand. Die hoef je niet af te geven. Komen vrijblijvend. En binnen hebben we in ieder geval droogte. Crowdfunding, dat is een klein theatergezelschap. Dit ziet er wat groter uit. Wie zijn jullie? Wat doen jullie vanavond? Wij zijn Benja Theater. We maken een mix tussen luchtacrobatiek, live muziek zoals je al kan horen, dans en spel. Dus grondacrobatiek ook. Hallo, we zijn net bij de artiesten van Crowdfunding geweest en het Benja Theater. Hier doen jullie weer iets compleet anders. Wat zijn jullie aan het doen en wat gaan jullie vanavond doen? Nou, we beginnen om 5 uur beginnen wij met een voorstelling van 4. Wij zijn 4. En de voorstelling heet Theetijd. En dan nemen de mensen dan plaats op deze bank, is dat de bedoeling? Het publiek is uitgenodigd eigenlijk om op de banken plaats te nemen en een kopje thee met ons te drinken. Ja. En jullie, ze krijgen jullie thee en ondertussen gaan jullie een act voor ze opvoeren. Dat is het idee. Ja, precies. Ja, rondom en doorheen. Dat is het, ja. En dan moet het echte werk natuurlijk nog beginnen. De zangers, dansers en de acteurs zijn helemaal op van de zenuwen en mogen dan hun kunsten voor het eerst aan het publiek vertonen. Gisteravond was voor veel van die acts de première. Here we go. This is what we call the Big Bang. Hey, Sora! Sora! Sora, you can't do that! Sora! Sora! This is Purmerend, this is not Amsterdam.
show? Ja, ik vond hem geweldig. Ja. Ik vond het geweldig. Heel leuk. Ja. Ja. Wat vond u het mooiste moment uit de show? Nou, met die ballon vond ik heel bijzonder eigenlijk. Heeft u voor de rest al meer van Reuring gezien of is het de eerste keer dat u hier bent? Helaas is het de eerste keer dat ik hier ben. Ik ben hier nooit geweest in de Reuring. We zijn vandaag alleen en morgen weer weg. This is what it feels like. Deze grote hekken die scheiden het publieke gedeelte van het evenement van het gedeelte dat backstage is. Normaal gesproken mag je daar helemaal niet komen en heb je allemaal pasjes nodig om langs de beveiliging te komen. Maar onze verslaggevers die mogen er natuurlijk wel langs en zij maakten de volgende beelden. Hier zijn alweer de tweede aflevering van Achter de Schermen. In deze aflevering neem ik jullie mee naar het productiekantoor. Lazy pulling daisies at doobie past three, a lion in the morning sun. One day I'll get fat and sit in my chair, lying in the morning sun. Making the most of my full head of hair, lying in the morning sun. We zijn hier dan in het productiekantoor. We gaan even een kijkje nemen bij de mensen, wat ze allemaal aan het doen zijn. Daar zijn we dan. Oké. Zo. Wat komt er allemaal bij kijken als productiewerk met Reuring? Zoveel. Noem een paar punten, zou ik zeggen. Nou, noem een paar puntjes. In het begin van het jaar is de programmeur al aan de gang. En dan komt ze heel vaak met een groep. Stelt ze een groep voor en dan zoeken we een locatie daarvoor. Nou, dank u wel. Ga even naar Jasmijn. Is goed. Zo, Jasmijn. Vertel. Ja. Kan jij zelf nu eigenlijk nog wel iets meepikken van Reuring als alles bezig is? Nou, zo af en toe probeer ik een momentje te nemen om inderdaad ook even over het veld te lopen en zelf ook een beetje te genieten van al die leuke voorstellingen. Tot zover deze tweede aflevering van Achter de Schermen. En morgen neem ik u weer ergens anders mee naartoe. Avicii en Wake Me Up hier op Radio Purmerend, live vanuit het Leegwaterpark. En hij is hier in de studio, niemand minder dan Mick Harder! Oh, in de studio trommelt het toch even net even wat lekkerder dan op deze tafel. Dat is dan wel weer jammer. Ja, ik heb even iemand op de piano gezet voor de rustgevende muziek op de achtergrond. Bibi, ja. Hij doet het weer voor kleine porties tegenwoordig ook. Dus wat dat betreft. Mickey Mouse natuurlijk, ja, logisch. Ongelooflijk. Mick, leuk dat je er bent. Allereerst hier bij Radio Purmerend. Ja, veel fijn dat ik er weer mag zijn, net als vorig jaar. Ja, dat was leuk. En over vorig jaar gesproken, want binnen een jaar tijd, ik heb het idee dat er niet zoveel, of tenminste dat er meer is gebeurd dan dat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt. Er is in één jaar meer gebeurd dan in de 28 jaar dat ik niet zing. Nou. Maar laat me vanavond nog één keer met je dansen, om alles te vergeten en vergeven. En krijg ik vanavond van jou een tweede kans dan, tegen beter weten in. Oh. Kijk eens, volle zalen. Hele volle zalen, weer gaan. Reuring. Natuurlijk komt alles ook online te staan. Je hebt je vrijwillig laten filmen. Gelukkig. Oh, ja, ik ben allemaal pak maar aan getrokken. En natuurlijk halen we de slechtste stukken eruit en die zetten we online. Dus zit ik meer te zien. Maar dat zit ik meer te zien straks. Niks meer te zien. Mick, dankjewel. Ik wens je nog een hele mooie donderdag. Ja, ook man. Hartstikke bedankt. Ook voor vanmiddag en vanavond staan er nog veel acts op het programma. De grote vraag is natuurlijk, blijft het een beetje droog? This is what it feels like. Vandaag is er weinig ruimte voor de zon en er vallen verspreid een paar regenbuien. Overdag neemt de buiigheid in het zuidwesten en later ook het westen af. Het is nog steeds koud te noemen met 13 tot 17 graden en er waait een matige tot vrij krachtige westenwind. En daarmee besluiten we deze eerste aflevering van het Reuring Report. Deze uitzending is nog de hele dag terug te bekijken via ons YouTube-kanaal. En morgen om precies 12 uur is er een nieuwe uitzending. Tot die tijd moeten we natuurlijk blijven luisteren naar Radio Purmerend. Tot dan. This is what it feels like.